Oude mysteries, verloren schatten en ontbrekende stukjes geschiedenis. 10 spannende en waar gebeurde verhalen die niet zouden misstaan in een Kuifje-stripboek. Luister de Factor Kuifje, nu in je podcast-app. Dit is een BNR-podcast. Heren, we hebben wat te vieren. Hebben wat te vieren? Ja, ik heb taartjes meegenomen. Jullie kunnen niet tellen, maar ik wel. Vandaag is echt de 50ste. 50ste? Ja, Abraham. Zo. De cruciale dag is nog de 52ste. En dat is PD, ik weet het, jongens. Maar Kees, gewoon nou roet voor nu, eten. Voor nu de onderhandelingen. Klaar. Zeggen we toch geen nee? Kijk, jongens, alsjeblieft. Als jullie even uitdelen, dan ga ik alvast zeggen dat het superleuk is dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis. De opinierende podcast en radioshow waar oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek de Skept zwaaien. Al 50 afleveringen lang. Kees en Robert deden vrijelijk, zonder een blad voor de mond, zoals dat in een podcast gaat, hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week. De Nederlandse defensietop die ziet ze vliegen al, dus Kees. Robert geniet van een koninklijk uitstapje. En wat is er toch aan de hand in Duitsland? De economie blijft daar behoorlijk achter. Kees analyseert. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren ze als de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie elke week weer op scherpe en eigenwijze financiële trends, ondernemerschap en beleid. En je snapt het, deze twee zijn van alle markten thuis. Ons motto, gezellig gaat niet worden, de moeite waard, absoluut. Wat mankeert de Nederlandse defensietop? Zo, Kees. En Steve Jobs is schadelijker voor de volksgezondheid dan een drugsdealer. Zo, Robert. Ja. Ter zake. Ja, welkom luisteraars op deze jubileumuitzending, de 50ste. Nou Kees, als wij 50 worden, dan moeten we ook maar een gebakje geven. Kunnen we die toezegging doen? Dat kunnen we rustig doen, Robert. Dan komen we goed weg. Ja, de datum weten we ook allemaal al. Dus op Pasen en Pinkster op één en dezelfde dag vallen. Goed, welkom luisteraars. We hebben weer mooie onderwerpen geselecteerd. Kees, er gebeurde weer veel in de wereld. Waaronder in Nederland de grote ICT-storing van de week. Die legde een belangrijk deel van Nederland plat. Onder andere alle vluchten vanuit Eindhoven, die gingen niet door. Daar zal jij wel een mening over hebben, Kees. Wat mij in ieder geval alvast opviel om een aftrap te geven, is het ontbreken van sense of urgency bij onze politieke top. Want de reactie van Dick Schoof was: telefoons vallen ook wel eens uit. En onze minister van Justitie zei: laten we hieraan wennen. Jezus, ja. Het is echt ongelooflijk. Nou ja, kijk Robert, het bleek dus vooral, dat er een storing is in het systeem, dat is volstrekt normaal. Weet je wel, er worden kabels doorgeknipt, er worden vergissingen gemaakt. Dat is natuurlijk geen enkel punt. Maar wat er daarna gebeurt en wat er dan in de loop van de tijd, wat er al heel snel duidelijk wordt. Het bleek een storing te zijn in een netwerk van Defensie. Dat kan. Maar aan dat netwerk van Defensie zaten ook nog allerlei andere organisaties geknoopt. Ministeries, politie. Dat is wel raar. Luchthaven. Nou, dat weet ik eigenlijk niet helemaal. Ja. Nou, dat weet ik niet. Dat kan tegelijk een andere storing geweest zijn. Maar in ieder geval, het is een vrij groot netwerk. Niet alleen van Defensie, maar aan Defensie gekoppeld ook weer andere organisaties. Storing. Nou, dan zou je zeggen backups. Misschien ergens. Ja. Plan B. Plan B, vangnet. Nou, daar hebben we er helemaal niets van gemerkt. En wat mij nog het meest intrigeert, Robert, het veiligheidsdenken en het risicodenken in Nederland is sterk ontwikkeld. Hè? Dat is een plaag geworden. Ja, zeker. Dus al die organisaties, Defensie, al die organisaties die aan gekoppeld zijn, heeft geen van de techneuten daar, en allemaal hebben ze series techneuten en risicomeiders en weet ik het allemaal nog meer, heeft daarna gekeken en gedacht van, dit is misschien wel een beetje kwetsbaar. Het blijkt. Ja. Dus we hebben 10 allemaal organisaties, allemaal deskundigen en oeverloos veiligheids- en risicodenken. En dan kan het toch gebeuren. Dat integreert mij Robert. Wat is daar? Wat hebben al die mensen gedaan? Heeft daar dan nooit iemand gekeken van, want dat is risicodenken, is scenario's maken. Hè? Wat gebeurt als we dit? Wat gaan wij doen als er dit gebeurt? Wat gaan wij doen als er dat gebeurt? Dat is risicodenken, dat is veiligheidsdenken. Ja. Dus we hebben een ontzaglijk grote mond. Als ik een briefje van mijn pensioenfonds krijg, moet er met een sms-verificatie moet ik in het netwerk. Ja, kon niet. DigiD was ook uitgeschakeld door de storing. De gekste dingen worden ingewikkeld gemaakt. En dit soort vrij belangrijke zaken,
iedereen kijkt ernaar en niemand heeft dan gezegd, jongens, dit is een pijnpuntje. Dat is wel vrij, ja, een soort een motie van wantrouwen jegens natuurlijk alle techneuten die daar zitten. En het hele, waarmee jij inleidde, van ja, het valt wel eens uit. Ja, dat kan. Ja, het was geen hacker. Dan is dat blijkbaar geen probleem natuurlijk. Ja. Dus de nonchalance en de gemakzucht en het amateurisme, dat is hier wel vrij groot alles bij elkaar. Ja, ja, dus dat vond ik het meest schokkende eigenlijk, los van een storing waarvan ik de technische details ken ik niet. Maar inderdaad, je bent geneigd als leek te zeggen, is er geen vangnet. Maar dan de laconieke reactie. Nou ja, we kunnen ook politieke het punt is natuurlijk ook van dat je dan bij wijze van spreken geen paniek wil creëren. Dat snappen we dan wel. Maar dan het tegenovergestelde van relaxed, weet je wel. Ja, geldautomaat. Ja. Weet je wel. Dat geeft ook wel zwaar te denken. Wat er ook wel bij komt kijken is, als iets misgaat, dat je dan als ergens in de keten verantwoordelijke persoon toch een beetje de juiste toon weet aan te slaan. En je hoeft geen paniek te creëren, ook al is paniek. Dat snappen we allemaal, maar gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Dat lijkt me, als je gewoon nadenkt over wat er aan de hand is, ja, dan maak je jezelf, dan maak je natuurlijk geen sterke indruk mee, zou ik zeggen. Ja, te meer, jij zegt paniek voorkomen, maar de reactie kwam nadat het al was opgelost. Dus ja, dan. Is dat paniek creëren niet meer aan de hand. Ja. Dus dan zou je toch wat een meer realistische dat er gewoon geen enkele backup is, geen vangnet, en dat een heleboel dingen achter elkaar eruit vallen, dat dan uren duurt. Ik hoop niet dat er een keer iets groots misgaat, want dan ben ik bang dat we in Nederland een paar uur helemaal stilstaat. Ja. Dit klinkt niet als anticiperen, dit klinkt niet als risicodenken, dit klinkt niet als veiligheidsdenken, dit klinkt als gepruts, laat het zo formuleren. En dit refereert nog niet aan mijn kop van vandaag, dat wat mankeert. Nee. Maar je zou zeggen, de top van Defensie zou zich misschien, in plaats van met allerlei andere dingen, ook eens kunnen bezighouden met hun eigen interne communicatie. Want daar schort het wel even aan, zou ik zeggen. Nou, er zullen best wat communicatiemensen, er zijn er maar een stuk of 2000, geloof ik, in Den Haag. Dus isoleert er wel een oplossing. Maar Robert, weet je het punt is met de telefoon opnemen als we bellen, dan... Maar Robert, is het ook, weet ons dus ook wel, als de overheid aan een heel ander verhaal van de overheid, als ze beginnen met een groter ICT-project, wat is dan de rode draad? Mislukking, uitstel, budgetoverschrijding. Huh? En niet een beetje, maar gewoon altijd en overal en heel veel. Dus, ja. En maar wel allemaal regels opstellen waar wij ons aan moeten houden. Ja, toch denk je op een gegeven moment een vorm van zelfoverschatting zit er ook wel in natuurlijk. Hey, ik heb de luisteraarsvraag van Annemiek deze week. Annemiek. Die wil graag weten wat wij vinden van de, en ik denk dat ze jullie bedoelt, maar goed, van het nieuwste verzekeringsproduct. Ik had er zelf nog niet van gehoord, maar een verzekering van aankoop onder voorbehoud van financieringsclausule. Nou, Robert, ik kan je wel vertellen, ik las die vraag. Mij zei het niks, maar jij sloeg echt aan op dat verhaal, dus nou, leg jij maar uit wat hier de bedoeling van is. Ja, ik had het gelezen. Kijk, starters. We hebben met een enorm krappe woningmarkt te maken. Dus starters op de woningmarkt. Die zijn al bijna kansloos. Maar je bent zeker kansloos als je een financieringsvoorbouw moet maken. Want inmiddels zijn er heel veel mensen die geen financieringsvoorbouw hoeven te maken. Omdat ze dat geld vanuit huis meekrijgen of vanuit een verkopende woning komen. In Utrecht las ik inmiddels wordt 50% van de biedingen is zonder financieringsvoorbouw. Met andere woorden, als jij een financieringsvoorbouw moet maken, ben je kansloos. Tegelijkertijd is het heel risicovol als je geen financieringsvoorbouw maakt. Want voor de luisteraar, als je geen financieringsvoorbouw maakt en je krijgt het uiteindelijk niet rond, moet je een boete betalen ten bedrage van 10% van de koopprijs. Dus bij een gemiddelde woningprijs van 418.000 euro kost dat je bijna 42.000 euro. Dus je denkt wel goed na of je zo'n financieringsvoorbouw wel of niet moet toepassen. Nou, tegelijkertijd, vanwege die krapte en die verkopers, die kiezen dus voor iemand die geen financieringsvoorbouw maakt. Want anders moet je 6 weken wachten. Want je hebt 6 weken de tijd dan bij een financieringsvoorbouw om bij een bank die financiering rond te krijgen. Ja, verkopers hebben daar een bloedhekel aan. Die willen naast een hoge prijs, willen dealzekerheid. Die willen zeker weten dat huis verkocht wordt. En niet na 6 weken dat huis weer op de markt brengen. Nou, dus kortom, een probleem voor bieders.
Maar daar is een oplossing voor. Want er is een verzekering ontwikkeld die bieders op een woning kunnen afsluiten tegen het risico dat ze het huis niet gefinancierd krijgen. Dus wat doe je? Je betaalt aan die verzekeraar, de bedragen vallen mee, zo rond de €1250 betaal je aan die verzekeraar. Je moet met die verzekeraar wel even met de billen bloot, dat die verzekeraar naar je financiële positie kijkt. En die verzekeraar zegt dan, jij kunt bieden tot, ik noem maar wat, €512.000. Dus kun jij bieden zonder financieringsvoorbehoud en krijg je het niet rond, dan betalen wij die boete. Dus in wezen speelt de bank, speelt de verzekeraar voor bank. Die rekent ook uit wat jij kunt financieren. Alleen, ja. Dus je moet op tijd beginnen. Dus je moet, als je een huis wil kopen, moet je eerst naar die verzekeraar toe. Ja. Die kijkt dan net als de bank naar jouw financiële situatie. Ja. En dan zegt dan, nou, jij mag maximaal pak een beetje €500.000 lenen. Ja. En dan kun je bieden zonder financieringsvoorbehoud. En krijg je het uiteindelijk toch niet rond, betaal ik die boete van 10%. Nou, dat is voor een verkoper of voor een koper een heel aantrekkelijk verzekering. Want daarmee kan je gaan bieden zonder financieringsvoorbehoud. Nou, en je mag je kansen. Ja, je mag bieden tot het bedrag waar de verzekeraar akkoord gegaan dus is. Dus je moet al even rekening houden dat je natuurlijk misschien moet overbieden. Dus als die verzekeraar zegt, je mag gaan tot 512. Dan moet je naar huizen kijken tot 480, 490. Want in deze markt moet je natuurlijk overbieden. Nou, uit die premie blijkt ook wel dat die verzekeraar blijkbaar dat risico laag inschat. Ja, die verzekeraar die gaat gewoon bank spelen. En die zegt gewoon van, ja, weet je wel, dan zeggen de ABN AMRO, zou u €500.000 geven? Nou, wij geven uw situatie. Wij garanderen gewoon 480. Nou, dan zit je altijd goed als verzekeraar. Ja, die verzekeraar gaat niet zelf financieren. Die kijkt naar de situatie zoals een bank naar de situatie zou kijken. En die zegt dan, precies, de bank zou 480 geven. Dus dat doen wij ook. Wij garanderen tot die 480. Ja, tegelijkertijd. Dus het is voor mensen die willen kopen en een slechte nachtrust willen voorkomen. Want je moet je afvragen, als je biedt zonder financiersvoorbouw, zonder deze verzekering. Ja, dan heb je 6 weken slapeloze nachten. Als je daar niet goed tegen kan, krijg ik het wel gefinancierd. Tegelijkertijd, Robert, kan het wel eens tegenvallen als die verzekeraar zegt, wij garanderen als het ware tot zoveel. En daar kun je geen huis verkopen, wat jij graag wil. Het is wel een reality check natuurlijk. Dat is wat het is. Maar het is de eerste reality check voordat je op pad gaat. Ja, maar je moet überhaupt, want je moet je afvragen, heb ik deze verzekering wel nodig? Want als jij met een hypotheekadviseur gaat zitten en jij vraagt van, joh, wat kan ik lenen? En die zegt X na een gedegen onderzoek. Ja, dan moet je afvragen, heb ik die verzekering nodig? En durf ik dat sowieso, op basis van wat die hypotheekadviseur heeft gezegd, niet sowieso aan om het financieringsvoorbehoud te laten vallen? Wat denk jij? Wie gaat er heel positief zijn en wie gaat er realistisch zijn? De hypotheekadviseur of de verzekeraar? Nou ja, kijk, het dekt ook wel het risico af. Kijk, een hypotheekadviseur kan wel zeggen, u kunt 480 lenen, dus ga maar bieden zonder financieringsvoorbehoud. Er kan altijd iets in de omgeving gebeuren. Er kan een kredietcrisis uitbreken, zoals we al gehad hebben. Ja, Kees, er zijn toch mensen die dat risico niet aandurven. Er kan in de buitenwereld iets gebeuren waardoor je het toch niet gefinancierd krijgt. Ook al heeft de hypotheekadviseur het gezegd. Dus voor €1250, het is no cure no pay, hè? Je hoeft alleen dat te betalen aan die verzekeraar op het moment dat je bieding wordt geaccepteerd. Het is niet dat voor iedere bieding die je doet, je die €1250 moet betalen. Nee. Dus het is no cure no pay en je koopt zekerheid voor €1250. Dus ik vond het een mooi innovatief product, waarbij je altijd zou moeten afvragen, heb ik hem nodig? En kan ik het me veroorloven om dat financieringsvoorbouw ook zonder die verzekering überhaupt te laten vallen? Denk jij dat in Amsterdam en Utrecht daar veel gebruik van gemaakt gaat worden? Want dat zijn natuurlijk de meest overspannen markten. Ja, denk ik wel. Ja, hoor. Zeker als dit bekender wordt. Want ja, ik las het vorige week. En ja, deze podcast weet iedereen in Nederland er natuurlijk van. Kees, ik zie hier een groot potentieel. Kunnen we nog zeggen welke maatschappij dat is? Of mogen die reclame niet maken? Het loopt via hypotheekadviseurs. Maar de verzekeraars zijn, ik heb dat hier, Kees. Van Wendy mag het niet. Dat mag niet? Nee, van Wendy mag het niet. Nou, het zijn buitenlandse partijen. Dus dit zal uit het buitenland zijn overkomen waaien. Maar het is via een hypotheekadviseur af te sluiten. Dus je kan bij je hypotheekadviseur gewoon vragen om die moet het product wel kennen. Deze uitzending, Kees, maak me daar geen zorgen om.
Nou, Robert, ik kwam een heel interessant artikel tegen in de krant uit Australië. En dat ging erover van, ik denk dat heb jij vast wel een speciale mening over als werkgever. In Australië is het is wetgeving aangenomen dat werkgevers de werknemers niet meer mogen lastigvallen na werktijd. Ja. En dus je kunt thuis werken. Zolang het werktijd is, mag de werkgever contact mee opnemen. Na werktijd mag jij zeggen, ik reageer niet eens. Morgen zien we verder. Wat vind jij daarvan? Ja, dan denk jij natuurlijk, Kees, dat ik daar tegen ben. Ja, dat denk ik. Dat denk jij als werkgever. Ja, denk ik, ja. Maar werken veel mensen bij jou thuis? Nee. Maar bij jou moet je gewoon op kantoor komen. Ja, je moet gewoon op kantoor komen. Ja, dit is een stalinistische praktijk. Nee, Kees. investeren is teamwork, is creatief proces. Je moet elkaar zien om tot goede dingen te komen. Okay. Maar ik kan me het wel heel goed voorstellen. Want ik zelf, moet ik eerlijk toegeven, ik heb geen smartphone. Want daar raak je aan verslaafd. Dat mijn inleiding Steve Jobs, en het blijkt ook uit Manfred Ketz de Vries van INSEAD, heeft wel eens een onderzoek gedaan. Het grote aantal zelfmoorden onder zakenmensen verklaart hij door de smartphone. Dat tempo van werken is ongekend geworden. Kees, jij weet ook, 20 jaar geleden stuurde iemand een brief. Was je blij als je na 2 weken antwoord krijgt? Nu krijg je een sms na 3 minuten. Je hebt nog niet gereageerd op een WhatsApp-bericht van 3 minuten geleden. Nou, ben jij ergens de baas? Ja. En ik app jou. Ja. En ik heb dan ook nog het lef om jou te mailen of te appen. Ja. Maar blijf je reactie. Dan ga je daarmee akkoord? Dan ga je in mijn tempo mee? Nee, wacht. Nee, ik ga niet in jouw tempo mee. Ben je nou werkgever? Nee, Kees. Ik zou opgebrand zijn. Ik ben nu 61. Er gaan heel veel advocaten en alle accountants die je kennen moeten met hun 60ste stoppen. Dat moet ook wel, want die zijn opgebrand. Want in dat moordende tempo, als je 24 uur per dag, 7 dagen per week aanstaat, hou je dat niet vol, Kees. Dus wat ik doe, ik heb een mobiele telefoon, uiteraard jij niet, maar ik heb een mobiele telefoon, want ik zit veel in de auto en bel dan, zoals jij weet. Ja, levensgevaar. Maar mijn telefoon gaat 's avonds, gaat hij lekker uit. Want ik heb 16 bedrijven en 400 beleggers. Er is altijd wel iemand die denkt, ik ga 's avonds of in het weekend de boek even lastig vallen. Nou gaat het mij niet om die 10 minuten dat ik dat mailtje lees. Het gaat mij erom dat ik 3 uur daarover na loop te denken. Op een moment dat ik even rust nodig heb en wil relaxen. Dus ik kan me heel goed voorstellen en ik vind niet... Jij zegt, ja, werkgevers... Nou, maar dit is bescherming van de werknemers, hè? Ja, ja. Jij praat nou over bescherming van jou. Nou ja, nee, maar dan zie ik mezelf even als werknemer richting onze relaties. Joh, je kan mijn voicemail inspreken. Ik bel je altijd de volgende dag terug. Er kan best dingen kunnen even blijven wachten. Waarom moet ik à la minuut reageren overal op? Nou, mijn werknemers hebben dat recht ook. Jij zegt overigens, het is werkgevers verboden om contact op te nemen met werknemers. Na werktijd. Nee, dat is het niet. En dat zou ik ook verkeerd vinden. Want als ik s'avonds in het weekend, want ik doe s'avonds in het weekend wel eens wat. Maar dan als ik het wil, mijn telefoon staat uit. Omdat ik zelf het initiatief wil nemen en niet wil reageren op acties van anderen. Maar ik stuur wel eens mails aan mijn personeel. Maar dat doe ik niet omdat ik à la minuut een reactie van ze verwacht. Maar ik wil het kwijt kunnen. Dus van mij mogen ze de telefoon uitzetten. Maar ik moet wel in het weekend en 's avonds aan ze kunnen mailen. Want als ik 10 actiepunten heb, moet ik die niet opschrijven en dan pas mogen versturen de volgende ochtend. Het punt is natuurlijk ook... Kijk, bij jou werkt iedereen blijkbaar nog op kantoor. Maar wij kennen allebei een heleboel plaatsen waar mensen gewoon nog bijna de hele week thuis zitten, tot grote delen van de week thuis zitten. Ja. En dan, ja, wat doen ze daar? In principe werken. Maar we weten ook wel dat het al wel makkelijk is om ook even wat anders te gaan doen. Nou, dat is het nadeel van thuiswerken, Kees. Dat die scheidslijn tussen privé en werk niet meer te trekken is. Ja. En dan heb je als werknemer het nadeel. Er zitten ook heel veel voordelen aan. Want je kan ook om 1 uur even boodschappen gaan doen onder werktijd. Werktijden, dat bestaat dan niet meer. Maar het nadeel is dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week aanstaat. Ik verbaas me er ook wel eens over. Als ik contact met mijn advocaat, ja, dan zitten we in een deal. Die man die is 2 weken met vakantie en die zit alleen maar aan de telefoon. Nou ja, je kent het ook wel. Ja, de smartphone leidt tot verslaving, Kees. Hoeveel mensen
zie je niet in een restaurant tegenover elkaar zitten en alleen maar op die telefoon zitten te gluren. Zou, hoeveel menselijk contact is er nog? Als ik in de rij sta... Dat is app-contact, hè? Ja, als ik in de rij sta bij... App-contact is frequent, hoor. Ja. In de rij bij de snackbar of in de wachtkamer bij de huisarts. Hoeveel mensen praten nog met elkaar? Ik maak wel eens een praatje met iemand. Gewoon. Nee, we zitten te kijken op dat scherm. Ja, ik app naar jou. Ja, dat kan ik dan niet. Maar ik app dat ik naast je sta, weet je. Dan zie jij mij, heb je dan... Nee, dus, maar het punt is, wat gaan we dan met dat thuiswerken doen? Ja, dat gaan we afschaffen, Kees. We hebben het al vaker gehad over arbeidsproductiviteit, Robert. Maar als jij zegt van, we gaan thuiswerken, inclusief de mogelijkheden die dat heeft om kleine dingetjes te doen. En de mensen, Robert, altijd hetzelfde verhaal. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die zijn goedwillend, die werken echt hard thuis. Maar het is te makkelijk om het niet te doen. En dan weet je ook zeker dat een behoorlijk percentage van de mensen die thuis werkt ook een hele belangrijke dingen doet. Dus dat gaat natuurlijk ten koste, hoe je het draait of keert, van arbeidsproductiviteit. Dat is een van onze thema's al een jaar lang. Arbeidsproductiviteit onder druk en groei onder druk en gaan ze maar door. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan zeggen van meer terug naar kantoor? Ja, een strakkere scheiding maken tussen werk en privé? Zeker, dat is de keerzijde van deze wet. Dat dan thuiswerken ook niet meer kan veel minder of in geval van moeilijker wordt. Nood moeilijker gemaakt moet worden. En dat zie je nu ook. Heel veel bedrijven, ja, die zijn dat zat, dat thuiswerken. Maar ja, het lijkt wel een soort verworven recht natuurlijk. Hè? Ik merk het ook, ja. Ik zoek een sollicitant. Nou, een vrije secretaresse. Dus als er nog iemand is die belangstelling heeft. Personeelsadvertentie voor niks. Maar op vrijdag is niemand meer te vinden. En dan krijg je, ja, kan ik ook thuiswerken? Nee, dat kan niet. Overigens arbeidsproductiviteit. De Australische premier verwacht dat deze stap de productiviteit ten goede zal komen. Of je toch zelf niet dat wil? Nou ja. Maar het punt is, we kijken altijd naar de mensen die van goede wil zijn. En op basis daarvan nemen we besluiten. Ja, jij mag thuiswerken, want we gaan ervan uit dat jij gewoon netjes doet wat je afgesproken hebt. Maar de dingen gaan natuurlijk mis, niet omdat mensen van goede wil zijn, maar dingen gaan mis omdat er vaak mensen van niet van kwade wil zijn, maar mensen die kijken, hoe kan ik hiervan profiteren? Ja, maar het is, Kees, ook in het belang van die werknemer. Die scheiding van privé en werk, die moet je strak aan. Want dat zegt hier iemand ook, burn-outs liggen daardoor op de loer. Ja, kijk, Robert, wij zijn natuurlijk allebei, wat moeten we tegenwoordig zeggen, witte mannen. Bejaarden. Boven de 60, dus wij zijn nog old school. Ik zie Wendy rillen, maar... Die moet nou heel erg de moeite doen om niks te zeggen. Maar ja, ik ben het wel met je eens. Die scheiding van werk en privé, die er altijd was, dat is op lange termijn denk ik ook voor iedereen toch beter dan... Het bevalt me, ik kan het iedereen aanraden, Kees. Zet die telefoon uit. Ik ben maximaal een week met vakantie. Als Antea niet een week zonder mij kan, dan is er iets goed mis. Dus het is ook een motie van wantrouwen naar je collega's. Ja, mij is belangrijk. Nee, maar mensen willen ook allemaal bereikbaar zijn natuurlijk. Hè. En willen ze er overal mee bemoeien. Dat scheelt ook alweer. Want als je stuur één appje rond en dan iedereen gaat reageren. Alle minuut krijgen we gedoe. Dat is er allemaal bijgekomen natuurlijk. Allemaal op elkaar gereageren. Jij weet nog hoe mijn contact met jou plaatsvond, Kees, toen ik je vroeg voor deze podcast. Ja, dat weet ik nog, Robert. Hoe was dat? Ik kreeg een handgeschreven kaart. Ja. Omdat, ik heb geen mobiel nummer van je, Kees. Ik kan ook nog wel vertellen, Robert. Ik zie ook wel dat jij weinig schrijft, want het was een beetje een houten dat is mijn karakter. Dingen van 40 jaar geleden doe ik nog steeds op dezelfde manier. Ja, dat is ook mijn handschrift. Maar het punt is ook, Robert, met schrijven. Ik merk het nou ook. Ik maak nou veel meer aantekeningen. Je merkt gewoon als je meer schrijft, dat je handschrift ook leesbaarder wordt. Dat je weer leert schrijven als het ware. Je moet leren schrijven. Ik denk, Robert, ik weet bijna zeker, als jij nu kinderen van 14, 15 een pen geeft en zegt, schrijf dit eens over, dat je van driekwart van de kinderen gewoon niet kan lezen wat er staat. Want die zijn gewoon niet meer gewend om iets op te schrijven. Ja, typen. Ik ga even kijken of ik het nog kan, mijn handschrift lezen. Even kort naar de reclame, maar zo zijn we weer bij je terug, hoor. Met een analyse van de Duitse economie. Want hoe kan het dat een van de krachtigste economieën van Europa nu ineens een zwakke broeder is geworden? Tot zo! Hallo? Hallo, doet u het? Hij staat aan, oké. Podcastliefhebber, maker, marketeer of luisteraar. Welke link je ook hebt met podcasts, het BNR Podcast Kennisfestival is dé plek voor de ideale podcastformule. Van aanpak tot zichtbaarheid. Een bomvol programma vol workshops, kennissessies en een live opname van de best beluisterde podcast van Nederland. Meer weten?
www.bnrpodcastkennisfestival.nl. Zie ik je op 1 oktober in Hilversum? Ik ben Nina en ik presenteer De Oostflank. Een podcast over de oplopende spanningen aan de Europese oostgrenzen door de dreiging uit Rusland. Een andere podcast die je misschien interessant vindt is Dossier Europa. Waarin correspondenten je meenemen naar alle Europese uithoeken voor de meest spannende verhalen die nu spelen. Fijn dat je er weer bent hoor. De gezelligste openerende economieshow van het land gaat weer verder. Met eenduidig beleid en duidelijk herkenbare stokpaardjes. Niet heel woke, maar wel heel wakker. Oud-collega's, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van de investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, pakken de draad weer op waar ze gebleven zijn. Straks een lichtpuntje uiteraard. Een koninklijk uitstapje, ik verraad het alvast. Maar eerst, waar hebben jullie je aan geërgerd deze week? Ja Kees, favoriete rubriek? Ja, nou, deze keer was het wel heel erg, kan ik je vertellen. Oh. Ja, je kent een van mijn, het is geen stokpaardje, in mijn ogen een extreem belangrijk punt. Het conflict in de Oekraïne, waar het grote sterven gewoon doorgaat. De uitkomst volledig vaststaat. Rusland gaat winnen en Oekraïne gaat eraan. En wat lazen we nou, gisteren, of eergisteren, ik weet niet meer precies. Onze de defensietop, de politieke top Brekelmans en de militaire top Eigelsman, die geven Oekraïne toestemming om de F-16's te gebruiken boven Rusland. Zover. Ik weet niet wat jij dan denkt, maar dat zie ik als provocatie. En niet een klein beetje. En dus in plaats van een keer te praten over staakt het vuur en vredesonderhandelingen, gaan wij Rusland provoceren op het moment dat de uitkomst van het conflict al een jaar of anderhalf volledig vaststaat. Nou, dat is dusdanig onwaarschijnlijk onverantwoordelijk en oorlogshitserij. Gekmakend is het gewoon dat die hele Nederlandse politiek, en niet alleen de Nederlandse politiek, maar de Europese politiek in één lijn zijn. Wij moeten Oekraïne helpen. En hebben wij die F-16's gegeven of uitgeleend? Of volgens mij zijn ze uitgeleend. Maar de Amerikanen ook, die geven wel eens wapens met restricties. Want die weten gewoon, de Oekraïners die zijn knettergek. Die willen gewoon het conflict groot maken. Dus die gaan met hele geavanceerde wapens, kunnen ze ook in Rusland gekke dingen aanrichten, waarmee je de zaak verscherpt. Dus de Amerikanen hebben ook een aantal wapens gezet. Daar zetten we grenzen op. Je mag ze wel gebruiken, maar niet met dit en niet met dat. En ook die Britten. Nou, die Britten die zijn nog erger, want die hebben natuurlijk niet heel veel wapens, maar wel een grote bek. Die zijn al die Oekraïners aan het sturen van provoceer die Russen, doe iets geks, want dan blijven jullie steunen. Dus dat oorlogshitsen, dat zit er gewoon volledig in. En bovendien, Robert, die wapens. We zijn al 2,5 jaar bezig. We hebben de tanks gehad. Daar zou het conflict mee gekeerd worden. Daar horen we niks meer van. Die zijn er gewoon niet meer. We hebben de Patriots gehad. Daar zou het conflict mee gekeerd worden. Daar hoor ik niks meer van. De Javelins, de M177. En deze F-16's, Robert. Neem hem maar van mij aan. Daar gaat er geen één overblijven. Want de Russische luchtverdediging is vrij goed, kan ik je vertellen. Is extreem goed. Die F-16's worden gewoon uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk voordat ze Rusland bereiken. Maar het is een onwaarschijnlijke, nodeloze provocatie die alleen maar tot meer leed gaat leiden en oplossing niet dichterbij komt. Het is een onwaarschijnlijke schande, echt waar. En Nederland heeft bij dat uitlenen aan Oekraïne vastgelegd. Nu hebben ze gewoon gezegd. Je mag er zelf mee beslissen wat je ermee doet. Dus wat de Amerikanen nog zeker rem op allerlei hele hoogwaardige technologie zetten. Hebben die Brekelmans en Eigelsman gezegd, ja, we moeten de Oekraïne steunen. Jullie mogen de wapens inzetten zoals jullie belieft. En die Oekraïners die gaan iets proberen. En zijn ze dat vergeten, denk je? Of is dat bewust geweest om dat vast te leggen? Nou ja, we hebben het net gehad over de ICT-structuur bij Defensie. Dus ik weet het niet, hè, maar het feit dat de Amerikanen echt hele strakke restricties zetten op hele hoogwaardige apparatuur. Hè, dat de Oekraïners geen te gekke dingen kunnen doen. Dat zou toch in Nederland wel bekend moeten zijn. Dus het is mij ook een voorkomen raadsel waarom ze niet gezegd hebben van die F-16's kunnen gebruiken. Ze gaan er allemaal aan, dat kan ik je voorspellen. Maar niet nog meer provoceren dan je toch al doet. Het is echt, jongen, het is te krankzinnig geworden. Wat een diepe, diepe schande. En het is breed gedragen, dat is het allereerste. Helemaal niemand in Nederland. Wie praat er in Nederland over staakt het vuren en vredesonderhandelingen? Nou, dan moet je echt diep in het internet gaan duiken. Kees de Kort. Een paar mensen ook. Kees de Kort. Wendy, jij volgt ook nog een heleboel mensen. Wie praat erover? Nee. Een paar mensen.
Nou, ze stippen het af en toe wel eens aan, zodat het ook nog benoemd blijft. Maar ja, nee, je hebt gelijk. Daar wordt niet, daar is niet alles op gericht. Ja. Ja. Goed, ja. We gaan naar mijn ergernis, Keetje. Ja, wij zijn van alle markten thuis. Die is gelukkig een stuk leuker. Van alle markten thuis zijn we. En je weet, ik ben de cultuurfan van ons tweeën. Dus oh. Ik heb even iets uit de culturele sector. En je weet, ik lees de Volkskrant. Je moet weten wat er bij de vijand speelt. Inderdaad, dat is de vijand. En daar lees ik wel eens de bijlage boeken. En ik koop wel eens boeken. Ik hou van biografieën. Ik hou van historische romans. En dan vind ik het wel handig om zo'n boekbespreking te lezen. Maar ja, als daar 2 sterren bij staan, dan hoef ik die recensie nog ineens te lezen. Het gaat om het oordeel. Het gaat om het oordeel. Kijk dan naar het oordeel. Staan er 4 of 5 sterren, dan ga ik de recensie lezen en dan ga ik dat boek mogelijk kopen. Nou, dus dat was een handige leidraad voor de geïnteresseerden. Sinds kort, het sterrensysteem, de rating, is afgeschaft. Staat niks meer bij. Ik heb geen idee waarom. Nou, ik heb wel een idee, maar ik heb nergens gelezen waarom niet. Maar nee, ik denk dat zeggen, dit idee, terwijl vanochtend las ik weer al in de Volkskrant, cd's worden wel, films nog steeds met een ratingsysteem, maar boeken niet. Ja, en hoe zou dat dan komen? Ja, ik denk dat dat toch een beetje de woke-cultuur bij de Volkskrant is. Niet kwetsen. Niet kwetsen. Auteurtjes, jullie hebben je best gedaan. Wie ben ik om jou een rating te geven? Je hebt je best gedaan bij het schrijven van dit boek. Is 300 pagina's. Ja, dan ben ik toch niet in de positie om jou 1 of 2 sterren te geven. Dus ja, dit ratingsysteem is afgeschaft. Ik vind het ja verbijsterend, Kees. Waarom niet gewoon daarmee doorgaan? Daar heeft de lezer iets aan. Weet je, in 1 oogopslag, hup. Wat weet je? Dan moet je wel op het oordeel van de recensent vertrouwen. Dan moet, kijk, Robert, kan je wel vertellen. Ja. Met films, die worden ook altijd gerecenseerd zonder sterrensysteem. Maar op een gegeven moment wist ik wel, als deze meneer een film goed vindt, vind ik hem helemaal niks. Dus dat was een contra-indicator. Hoe beter hij de film vond, hoe minder ik er naartoe zou gaan. En andersom, hoe slechter hij een film vond, hoe beter ik hem vond. Je hebt dus niet per se een rating. Wie is de schrijver van de recensie? Ik vertrouw daarop. Vaak komt het wel overeen, vaak ook niet. Trouwens, bij films, een collega van mij, die wees mij van de week, want ik had een enorme kutfilm zitten kijken. Ja, en sorry, excuses voor het woord. Maar hoop je nog, oh, hij wordt beter. Nee, hij wordt niet beter. Nee, niks wordt beter. Nou, het was zo slecht, gewoon lachwekkend. Mijn collega zegt, Pieter, er is een ratingsysteem voor films. Dat heet, Kees, jij kende hem? International Movie Database. Ja, IMBD. Ja, nou, dan noem je even een film en dan kijk je naar het cijfer. Alles onder de 7 hoef je niet te kijken. Overigens, soms, jij zegt recensies zijn slecht. Gisteravond, From Dusk Till Dawn, 7,1 bij die... Ik ga kijken, ja, George Clooney. Goeie kort, George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino. Maar eindigt met zombies en vampiers. Ja, ik hou helemaal niet van fantasy. Maar ja, 7,1, verbijsterend. En dat komt dan op het einde van de film. In het begin is die goed, maar ja, dan het einde helemaal niks. Robert, dus je kan er niet 100% op vertrouwen. Muziek en films, als het 10 minuten niet goed is, het wordt nooit beter. Nee, maar deze begon goed, maar eindigde... Ik heb ook zo'n tijdschrift over cd's. Ja. Die hebben ook een rating systeem van 1 tot 5. Maar kan je wel vertellen. Er is nooit een 1, er is nooit een 2. Er is heel zeldzaam een 3. En het is altijd goed en heel goed. Ja, dat heeft ook geen zin meer natuurlijk. Nou, dat valt me op bij de Volkskrant, bij cd's. Klassieke muziek, altijd een 4 of 5. Altijd, denk ik, wordt daar geen slechte iets in gemaakt in klassieke muziek. Nee, dus nou, oproep aan de Volkskrant, breng gewoon dat ratingsysteem weer terug. Auteurs kunnen daar best tegen. Dat zijn mensen die kunnen toch wel tegen kritiek, mag je aannemen. Anders moet je geen boek gaan schrijven. Ja, dus gewoon weer introduceren. Dat zijn ijdeltuitjes, Robert. Die een enorme ijdeltuitje. Ja, en maken we het van films en niet. En cd's. Nee, ja, maar noemen we het daar wel en bij boeken niet? Ja, dat, ik denk dat... Nou ja, dat ja, boeken, Robert, literatuur, ja, dat is ook iets speciaals. Oh, dat is geen boek, hè? Dat is literatuur. Oké. Okay. Daar moet je voorzichtig mee zijn met kritiek. Oké. Okay. Dat ligt gevoelig. Ja.
Nou, dat dus, waren de ergernissen, Kees. Ja. We gaan naar ons derde onderwerp van deze week. Duitsland. Ja, jij als macro-econoom, Kees, hebt een opinie over onze buitenlanden. Ik las een slecht bericht. Ondernemers in Duitsland somber over de economie. Sentiment onder Duitse ondernemers verder verslechterd. Laagste niveau sinds februari. En zo'n beetje het laagste niveau in Europa. Ja, dus wat is daar aan de hand, Kees? Dat is een veel groter verhaal. Want de Duitse economie, ja, dat is een beetje het lulletje van Europa. Dat is met afstand de grootste economie. Ook voor Nederland een hele belangrijke economie natuurlijk. Hè? Al ver uit belangrijkste handelspartner van Nederland. Duitsland was altijd met Frankrijk een beetje de as van de Europese Unie, waar het allemaal om draaide. Maar als je gewoon kijkt naar de groeicijfers de afgelopen jaren, ja, dat lijkt echt helemaal nergens op. Dat is gewoon rond de nullijn. Dus in Europa, macro-economische groeicijfers in Duitsland, die zijn vrij matig. Andere Europese landen doen het niet veel beter, maar Duitsland is de zwakste partij. En dat komt erop weer, dat heeft een lange historie. En dat is begonnen met twee kapitaalstommiteiten van mevrouw Merkel. Mevrouw Merkel is van 2005 tot 2021 de bondskanselier geweest. En die heeft twee kapitaalstommiteiten gemaakt in die tijd. De eerste in 2011. En toen in Japan die kernreactor opblies. Die Fukushima. Toen heeft mevrouw Merkel gezegd: wij stoppen in Duitsland ook met kernenergie. Niet onmiddellijk, maar we gaan ermee stoppen. En je weet zelf hoe belangrijk energie voor een land is. Betaalbaar en betrouwbaar. Dus als je met een betaalbaar en betrouwbare bron stopt, dan kun je verwachten dat er op termijn misschien rare dingen gaan gebeuren. Nou, de groene partij in Duitsland was altijd al groot natuurlijk. Die hebben natuurlijk enorm veel praatjes gekregen toen mevrouw Merkel zei: we stoppen ermee. Dat was natuurlijk een enorme steun in de rug voor de groene partij. En die zijn als het ware toch wat ondernemersonvriendelijk in zijn totaliteit. Dus dat is voor stap 1. En in 2015... Ken je de kreet nog? Wir schaffen das, de Syrische vluchtelingen. Dat was natuurlijk het begin van een ongelooflijke hoeveelheid Afrikaanse vluchtelingen in Europa. Niet een paar, maar gewoon miljoenen. En dat betekent ook huisvesting, talencursus, weet je, en alle dingen die erbij komen. Dat was een immigratievraagstuk in Europa, wat nu een beetje op tafel ligt. Dat is natuurlijk in 2015 begonnen toen mevrouw Merkel zei: wir schaffen das. En uit schuldgevoel uit de Tweede Wereldoorlog gewoon zeggen: iedereen de ruimte gaf. Met inclusief alle consequenties. Dat is in eind 2015 gebeurd. Dat is allemaal niet onmiddellijk zichtbaar geworden. Maar we zijn nu een x-aantal jaren verder. En die integratie en die problemen die erbij komen kijken, die leggen ook een enorme druk op de Duitse economie. Krijg je dus in 2020 het corona-verhaal, wat voor niemand goed is geweest. En in 2022 het Oekraïne-conflict, waar de Duitsers ook met een oogbal in zitten. Dus dat zijn allemaal vier grote processen die allemaal lange termijn uitwerking hebben op, laten we zeggen, op zo'n economie. En als je gewoon kijkt naar de Duitse economie, op Duitslandse samenleving nu, ja, die zijn ontzaglijk verdeeld, weet je wel. Hele ruzies overal. Scholz is natuurlijk een hele zwakke premier. Die weet het ook allemaal niet meer. De politieke tegenstellingen zijn enorm. De economische tegenstellingen zijn enorm. De ruzies zijn enorm. Dus ja, dan krijg je jouw verhaal. Hè, dat is maar een hele kleine indicator natuurlijk over het ondernemersvertrouwen. Dat staat al jarenlang onder druk. Weet je wel? Zeker de energievoorziening. De kernenergie is ondertussen helemaal verdwenen in Duitsland. Ze hebben anderhalf jaar geleden de laatste centrale gesloten. Met wind en zon gaan we het niet redden. De energievoorziening vanuit Rusland is met die Nord Stream ook opgeblazen. Dus die Duitse ondernemers, de Duitse maakkant van de economie, die in Duitsland veel belangrijker is dan Nederland, ja, die worden daar behoorlijk mee geconfronteerd. Ja, want het is vooral malaise in de Duitse bouw- en industrieleden. Ja, echt een grote. En jij zegt groei, maar er was zelfs in het tweede kwartaal een krimp van 0,1%. En Nederland groeide met 1%. Dus dat verschil is best groot. Duitsland zit een beetje op de nullijn, maar er zit gewoon geen enkele. Nee. Ze weten het niet meer in Duitsland. Wat moeten ze wel, wat moeten ze niet? Er is geen enkele consensus. Kijk, 15 jaar geleden was er in Duitsland al zeker consensus over: wat willen we? Hoe gaan we verder? Ja. Er is gewoon helemaal geen enkele consensus. Het sterft van de tegenstellingen. En dan gaat het economisch ook nog tegen. Maar vorige week hadden we het over China. Weet je, die handelsconflicten. Duitsland, ja, China, hele belangrijke handelspartners. Weet je, het zit allemaal tegen. Nou, dat kan nog. De leiding, politieke leiding, is zwak. De politieke tegenstellingen zijn torenhoog. Ja. En dan moet je dan is gewoon groei, daar moet je niet over nadenken. En wat ze Duitsers ook al gedaan hebben. En ze zijn, wat de Amerikanen doen, die gooien heel veel geld tegenaan met enorme begrotingstekorten. Daar zijn de Duitsers ook nog terughoudend in geweest. Hè. Kleine begrotingstekorten. Stel dan niet zoveel voor. Dus ja,
zitten nu voor de klappen vallen. Ze hebben gewoon geen idee hoe ze eruit moeten komen. En dat gaat nog een tijdje duren, want de tegenstellingen verscherpen alleen. Want er komen weer verkiezingen aan op een aantal deelstaten. Ja. Nou, wat is in Duitsland? AfD en die linken. Die wordt met man en macht bestreden, weet je wel. Dus de democratie in Duitsland staat ook op de tocht. Daar moet je ook over nadenken, want je mag blijkbaar van alles vinden als wij het maar goed vinden. En dus dat gaat in Oost-Duitsland, voormalig Oost-Duitsland. Daar worden verkiezingen gehouden, ik geloof dit weekend en de komende weken. Ja. Daar gaat AfD dik winnen. Nou, die Duitse nationale politiek, die is in alle staten. Dit zijn gewoon democratische besluitvorming. Gaat dat Nederland nog raken, Kees? Want het is onze belangrijkste handelspartner. Dus ja, we kunnen het over ieder willekeurig land hebben. Nou, maar dit raakt Nederland waarschijnlijk het meest. Want Duitsland is onze belangrijkste partner. Dus gaan wij daar last van krijgen? Het is geen plus. Het is, voor alle duidelijkheid, het gaat natuurlijk niet economisch niet slecht in Duitsland. Hè? Het is rond de nullijn. Wij doen het iets beter, andere landen ook iets beter. Dus het is niet zo dat de zaak in elkaar stort, maar er is gewoon geen zicht op verbetering. In Duitsland is eerder zicht op eerder verslechtering dan verbetering. Dit is geen plus voor Nederland. Maar ik denk dat als ik bij spreken, individuele bedrijven nog zaken met Duitsland, dat blijft gewoon doorgaan. Natuurlijk misschien iets minder. Nou, dan moet je wat anders gaan bedenken natuurlijk. Maar ook de Europese samenwerking. Als Duitsland gewoon aan navelstaren is en niet uitkomt, moet je niet verwachten dat er in de Europese samenwerking iets goeds gaat gebeuren. Want dat speelt ook al mee. Dus opgeteld is het een vrij matig verhaal. Ja. En het blijft zo. Oké, Kees, mijn favoriete rubriek. Jij gaat de luisteraars toch blij naar. Ja. Het lichtpuntje van Robert, mijn favoriete rubriek. Ja, goed nieuws voor alle nieuwe nagelstudio's, braderieën en verbouwde gemeentehuizen. Laurentien is weer beschikbaar voor de opening. Ze kan de schaar weer uit de la halen. Lintjes kunnen weer doorgeknipt worden. Want ze stopt. Ze stopt als belangenbehartiger voor de toeslagenouders. Ja, dat nieuws kwam van de week naar buiten. Ze heeft natuurlijk wat grensoverschrijdend gedrag vertoond richting ambtenaren die het niet helemaal met haar eens waren. Nou ben ik benieuwd van ja, met dat aftreden houdt het daarmee op? Of krijgen we nog een onderzoek naar dat grensoverschrijdend gedrag? Wat mij wel integreerde, Robert. De afgelopen tot vorige week. Haar man heeft zich ook nog met de zaak bemoeid. Ja. Iedereen bemoeit zich ermee. Was nog strijdlustig. Ja, dat is het ergste als je partner je gaat verdedigen. En deze week, van de een op de andere minuut, ik stop ermee, ik stap eruit. Ja. Robert, welke grown-up in Den Haag heeft gewoon gezegd, dit is het. Ja, ik denk toch Dikkie Schoof. Want ja, dit is politiek gezien natuurlijk een groot probleem. Zij is lid van het Koninklijk Huis en valt onder ministeriële verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat Schoof heeft gezegd, stoppen ermee. Ik denk achteraf gezien dat het een grote blunder van Mark Rutte is geweest. Ik ben fan van Rutte, hij heeft niet veel blunders gemaakt. Maar dit is een blunder geweest om de prinses in een zo gevoelig dossier te betrekken als de toeslagenaffaire. Overigens, vanochtend las ik nieuws, Kees. Ze botsten al in 2021 met ambtenaren over die hersteloperatie. En ze werd toen gewaarschuwd door onze staatssecretaris Koningszaken Alexandra van Huffelen. Nou, dat is een hermelijnverslaafde. Ik weet niet of je die hebt zien dansen met het koninklijk paar in Aruba. Die was ook weer blij dat ze twee weken betaalde vakantie kreeg. 26 weken per jaar op Aruba. Ja, nou ja, als die Laurentien tot orde moet roepen, dan is dat als balkende op bezoek bij de Chinese president om over de mensenrechten te praten. Of Karamans op audiëntie bij Mladic. Dus ja, daar zal niet heel veel uitgekomen zijn. Nee, maar Robert, weet je, die situatie heeft, we hebben het al een paar keer over gehad, die heeft er een paar maanden doorgeëtterd. En nou van de een op de andere dag. Nou, als Schoof het gedaan heeft, dan is dat zou erg voor hem pleiten, maar dat weten we dus niet. Hè? Maar er is iemand geweest die heeft gewoon gezegd, dit is de zit. Afgelopen, die flauwekul. Dat laat natuurlijk al maanden eerder. Ze zegt van niet, hè? Overigens, Laurentien laat ook in reactie op vragen van het NSC via een woordvoerder, dat zal wel de Rijksvoorlichtingdienst zijn. Nou, daar werken allemaal Pinocchio's. Dat ze zich niet in de geschetste situatie herkent. En ze ontkent met staatssecretaris Van Huffelen te hebben gesproken over conflicten of over haar werkwijze. NSC beschikt over bewijzen daarvoor. Dus regelrechte leugens, Kees, van de Rijksvoorlichtingsdienst. En wat ik ook een stuitende reactie vind, is van onze barmhartige Samaritaan Gert-Jan Segers.
voorzitter van de Raad van Toezicht. In plaats van dat hij nou dat onderzoek afwacht, heb ik al eerder gezegd. Nee, in een open brief op de website van die stichting zegt hij dat het besluit van Laurentien om te stoppen mij persoonlijk zwaar valt. Het siert en typeert je dat je ook nu weer het emotionele, financiële en rechtsherstel van de door de toeslagenaffaire getroffen ouders en hun gezinnen centraal stelt en ook nu absolute prioriteit stelt. Nou, Kees. Mag ik even braken? Mogen we even braken? Jos Segers, wees nou gewoon objectief en wacht een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag af. Dus ik hoop dat dat gewoon gaat plaatsvinden. Er zijn meer mensen gecanceld vanwege vermeende grensoverschrijdende gedragingen. Matthijs van Nieuwkerk, Khadija Riep. Ik hoop dat Laurentien dat daaruit ook nog een onderzoek gaat plaatsvinden. Dus hij heeft zich niet voor niks met onmiddellijke ingang teruggetrokken. Maar goed, als je een nieuwe nagelstudio hebt of je hebt een braderie, dan weet je nu waar je terecht kan. Haar man is misschien haar manager, want die is ook heel emotioneel betrokken. Dus daar kan je er waarschijnlijk boeken. Ik heb het gevoel dat jij al aan het kijken bent in de agenda van Laurentien wanneer ze beschikbaar is voor een bezoekje aan Antea. Gewoon even kennis maken. 26-jarig bestaan Antea volgend jaar. Ik voel het aankomen. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste openierende economie-podcast van Nederland met lichtpuntjes en ergernissen. Je kunt het elke week krijgen, gewoon in je app als je eventjes op abonneren drukt in Spotify of bij Apple. Reageren kan natuurlijk ook via redactie@bnr.nl of via de comments in Spotify. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot de volgende week. Everybody's going to be forced to buy an electric car, which they're not going to do because they don't want You think you just fell out of a coconut tree? There are people dying financially because they can't buy bacon. Luister naar de Amerika-podcast. Jan Posma hier in Washington. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit New York. Voor een nuchtere kijk op het grootste circus ter wereld.